Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. De eerste dag van mei begint met behoorlijke verschillen. Op de satellietfoto zie je al dikke bewolking boven het zuiden van Nederland liggen, daaruit valt van tijd tot tijd regen. In het noorden en noordoosten blijft het nog lange tijd droog, op de oostelijke Waddeilanden en in Groningen zelfs de hele dag. Daar ook van tijd tot tijd zon. In de rest van het land zullen we de zon amper zien. De bewolking en de regen trekken dus langzaam noordwaarts en in het zuiden en zuidwesten wordt het in de loop van de middag dan droog. Daar dan temperaturen van 13-14 graden, in de regenzone 10-11 graden en in Groningen 14 of 15 graden. Vanavond op wat meer plaatsen opklaringen, maar blijft toch druilerig van Haarlem tot het oosten van het land. Morgenochtend in het oosten al een paar buien. In de loop van de dag breiden die zich langzaam naar het zuidwesten uit. Dan is dus de beste kans op wat zonneschijn in Zeeland. Temperaturen rond 14 graden en de wind waait uit oost tot noordoost. Woensdag zien we wat vaker de zon schijnen, maar kunnen er ook stevige buien vallen. Mogelijk zelfs met onweer en hagel. En lokaal is dan veel neerslag mogelijk. En ook donderdag en vrijdag houden we het niet overal droog. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.